3-1 overwinning, maar vandaag niet zo belangrijk. De titel is binnen, dat is wat telt. Ja, klopt. We hebben hier heel seizoen aan gewerkt en vandaag hebben we hem eindelijk. Dus ja, het heeft verdiend voor ons, vind ik wel. Ja, sowieso verdiend over het ganse seizoen. 1 gelijk spel, 2 nederlaag gepakt. Vandaag merk je altijd een titelwedstrijd een beetje nerveus. Ja, klopt. Ik denk dat iedereen wel nerveus was in het begin. En dat je dat ook wel een beetje zag. Het was ook niet onze beste wedstrijd. Ik denk dat ook iedereen dat wel weet. Maar uiteindelijk moeten we daar niet naar kijken. We zijn kampioen en dat is belangrijk. Ja. Als je dan de ambiance in de tribune ziet, de sfeer, dat is iets wat we bij vrouwenvoetbal nog heel vaak missen. Ja, klopt. Ik had niet verwacht dat ze allemaal gingen komen, maar super blij. Ze hebben ons zeker geholpen naar die overwinning. En echt bedankt aan alle supporters die er geweest zijn. Ja. Voorlaatste vraagje nu naar de toekomst toe. Je hebt nog 3 topwedstrijden. Iedereen gaat natuurlijk proberen nog een echte nederlaag aan te smeren, maar aan de andere kant, nu kunnen jullie heel ontspannen spelen. Meestal zie je dan heel goed voetbal. Ja, klopt. We hebben nu niet meer zo hard in druk, maar we willen natuurlijk ook nu nog de 3 wedstrijden verliezen. We willen in schoonheid afsluiten. En ik denk dat we er toch nog wel elke wedstrijd voor gaan gaan, want zoals gezegd, inderdaad, we kunnen rustiger gaan voetballen. En dan gaat je misschien inderdaad wel een mooie voetbal zien. Ja. De laatste vraag die dan, het volgende seizoen gaat dan wel heel snel beginnen, want er komt daar een voorronde voor de Champions League, maar het is wel iets om naar uit te kijken. Ja, klopt. Ik denk dat iedereen in deze ploeg, ik ben er nog niemand in deze ploeg Champions League gespeeld heeft, dus ik denk dat dat wel een hele ervaring gaat zijn voor velen. En inderdaad, we gaan redelijk vroeg beginnen, maar ik denk dat we allemaal uitkijken naar die Champions League en ja, we gaan daar gewoon heel lastig trainen. Ja, in ieder geval proficiat en geniet van het grote feestje. Ja, dankjewel, ga ik zeker doen.